Jullie staan aan de vooravond van de play-offs. Aan jou de vraag, ja, kan je meedoen? Want je had wat last van je enkel. Ja, afgelopen zondag, laatste training met Chester, kreeg ik een tikje op waardoor ik er doorheen ging. Maar ja, goed gesteld, goede behandelingen gehad. Dus ik weet zeker dat ik kan gaan spelen morgen. En als we kijken naar de laatste wedstrijden van NAC, dan zal de trainer ook een plaatje voor je inruimen in het elftal. Ja, ik ga morgen starten, dus dat is wel lekker. Ja. Hier aan die rechterkant? Ja, daar ga ik wel vanuit, vanaf de rechterkant. Misschien een beetje wat vrijheid om naar binnen te komen. Dus ik denk dat allemaal wel ligt. Ja, het is een rol die jou ligt? Ja, dat denk ik wel. Alleen, dat moet morgen natuurlijk weer uitwijzen. Het gaat om wat je laat zien in de wedstrijden. Dus ik ga er vanuit dat het allemaal ligt. En ik hoop dat ik dat morgen kan laten zien. NAC is op trainingskamp geweest naar Engeland, naar Manchester. Hè. Bij het grote Manchester City hebben jullie op het terrein mogen trainen. Heeft het er nou voor gezorgd dat jullie optimaal klaar zijn voor die na-competitie, voor de play-offs? Ja, ik weet niet of het dat voor heeft gezorgd. Kijk, hier zijn de faciliteiten ook prima. Als je zo rondkijkt, ik denk fantastische velden. Alles is hier goed. Dus, ja, en dat was daar ook. Dus ik weet niet of we in Manchester daarop beter zijn geworden. Maar ik ga er in ieder geval vanuit dat we er klaar voor zijn. En dat was denk ik op beide plekken wel gebeurd. Maar ik denk dat je daar ook niet voor gaat. Ik denk dat je een paar dagen weg gaat met elkaar om bij elkaar te komen. En misschien nog extra de nadruk erop te leggen waar het om draait. En hoe belangrijk het is dat wij goede resultaten inzetten. En dat is bij iedereen nu duidelijk waar het om draait. En dat is promotie naar de Eredivisie? Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat iedereen er zo in staat. Iedereen wil promoveren. Van de materiaalman tot aan de spelers en tot aan de supporters. Dus ja, iedereen wil promoveren en iedereen weet hoe belangrijk het is. Ja, vaak hoor je van die na-competitie is een beetje een loterij. En deel jij die mening? Nou, loterij wil ik niet echt zeggen, maar het zijn wel echt wedstrijden op zich. Als je de laatste jaren kijkt, dan zie je dat elke keer de Eredivisie eruit is gevlogen. Dus dat wil wel aangeven dat het gewoon echt wedstrijden op zich zijn en dat de momentopnames zijn. Belangrijk denk ik is om heel erg goed te beginnen in die eerste wedstrijd. Ja, tuurlijk. Meteen in een goede flow komen. Ja, meteen er goed in zitten. Het zou fijn zijn als we uit kunnen scoren. Dus dat is allemaal wel heel belangrijk, ja.